Hallo mensen, daar zijn we weer. Het was even, ja, het duurde even voordat jullie weer wat van me hoorden. Wees niet bang, het gaat gewoon goed met me. Ondanks dat laatste filmpje met de vragen, dat ik zei hoe het met mijn gezondheid was. Het gaat gewoon goed met me. Het is gewoon weer dat ik weer een ban heb op Facebook. Vandaar dat ik even weer niet online kon komen. Waarvoor heb ik een ban? Serieus, mensen, lach niet. Maar dat is omdat ik in mijn vragen, filmpje en foto's... Een stukje van mijn zeeaquarium erop had gezet. En sommige mensen die waren het daar niet mee eens. Die vonden mijn zeeaquarium blijkbaar niet goed genoeg. Ja, sorry mensen, serieus. Ja. En daarom ben ik even geband. Ja, het is af en toe wel heel zielig. Dit is toch wel de zieligste tot nu toe. Weet je, voor een zeeaquarium van iemand anders. Waar mensen, waar heb je het over? Maar oké. We mogen nog, ik geloof 3 dagen niet op Facebook. Daarna, dan zit ik als het goed is ook in Frankrijk. Want vrijdag gaan wij weg. Vrijdag op zaterdagnacht ga ik rijden. Dan komen we 2 weken, jongen. Iets langer dan 2 weken. 16 dagen kunnen wij naar Frankrijk. Mano gaat mee weer. Mano is de navigator. Dus waar we heen gaan, weet ik niet. Mano die zit nu een beetje op Google Maps allemaal wateren te zoeken. Dus hij is degene die het gaat bepalen dit keer. Als we weer online kunnen komen van Facebook, komt er ook weer een nieuw filmpje. We hebben nog wat filmpjes gemaakt de afgelopen tijd in de kou. Maar toch is het gelukt om hier en daar visjes te vangen. Die komen dan online. En mensen, ik hoop dat iedereen weer lekker gaat kijken dit jaar. Want er komen weer hele leuke films aan. En we hopen dat de serie die we beginnen, of waar we aan gaan beginnen vrijdag... Dat een hele brute serie gaat worden. Mano heeft me aardig wat filmpjes of foto's laten zien. En stukjes van Google Maps van de wateren. Waar hij in ieder geval wil gaan kijken en heen wil. Het zijn gruwelijke wateren. Er zitten gruwelijke vissen. Dus hopelijk gaan we er daar een paar van vangen. Mensen, in ieder geval bedankt nog dat iedereen nog steeds hier lekker abonneert. En lekker blijft kijken. En op naar de volgende films. Sorry in ieder geval dat we weer een maand moesten wachten.